Kai Arne Bulsink. Ja, ook aan de finish. 16e algemeen. Iets tijd verloren de laatste dagen, want ja, je stond een tijdje 11e. Ja. Ja, vandaag de laatste stage, die was behoorlijk pittig en je had nog een klein incidentje. Klopt, ja, de laatste 4 kilometer moest ik nog even linksaf het ravijn in duiken. Dus dat was op zich wel jammer, maar ja, voor de rest over het algemeen wel een geslaagd leken. Ja, want je, het was echt een moeilijke proef vandaag, hè? Ja, het was gewoon een dure proef met oude 6-days routes erin en zo. En ook flinke klimmetjes en afdaling met stenen. Dus dat was wel, wel pittig, ja. Ja, en op een heel smal paadje, ja, er stond een boom, je tikte met je stuur het boompje aan en... Ja, je viel zo een paar meter naar beneden, maar uiteindelijk was je redelijk vlot weer weg. Ja, gelukkig wel. Want ja, rechts stond een boompje dus en die raakte dus en die ging haaks linksaf naar beneden. Dus ja, op zich de organisatie was er snel bij, dus die hebben mij omhoog getild. Dus op zich, ik denk al met al een uurtje verloren daar of iets. Ja. Dus, ja. Terugkijkend op de hele week, ja, je voorbereiding was niet ideaal, dat zei je al. Maar toch, in dit veld is toch gewoon een prima prestatie. Ja, zeker. Daar ben ik ook heel blij mee. Het is met name die eerste dagen in de warmte, dat ging me wel goed af. En die regen en zo, dat vond ik allemaal net wat minder. En hoog in de bergen met die stenen, dat ligt me nog niet echt helemaal. Maar voor de rest ging prima, ja. Goed zo. Wanneer gaan we jou weer in actie zien? Heb je daar al een idee over? We hebben het er straks even over gehad. Misschien Touareg volgend jaar weer. Maar voor de rest ligt nog niks helemaal vast of iets. Eerst nog school afmaken en lekker aan het werk. En dan zie ik wel weer verder. En vanavond nog even een mooi feestje. Precies.